Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar het laatste velennieuws van 2020. Het laatste veulentje van het seizoen 2020 is namelijk geboren. Woensdag op 22 april om 4 uur 's nachts is Queen bevallen van een merrieveulentje. We gaan nu even naar het veulentje toe. Nou, dit is het veulentje. Het is een heel knap, mooi zwart veulentje. En het is nog heel speciaal tussen al de andere bruine veulentjes. Het veulentje is nu 3 dagen oud. We gaan nu eventjes een paar vragen stellen aan Amy. Ik zit hier aan tafel bij Amy. Amy heeft ook al een paar geholpen bij de bevallingen. In het vorige veulennieuws had Ina wat verteld over de beest. Maar Amy, hoe werkt precies nou dat beest? De eerste beest is eigenlijk van levensbelang voor jonge veulens. Jonge veulens zijn nog heel erg kwetsbaar. Dus dat betekent dat ze nog enorm hoge kans lopen op infecties door bacteriën of virussen. Krijgen ze dus de eerste biest. Dat is eigenlijk de eerste melk van de merrie. En deze zorgt ervoor dat de veulens kracht krijgen ook om op te staan. Je moet het eigenlijk een beetje zien als tanken. Als het veulentje zonder voeding dan eigenlijk 2 uur al ligt, dan ligt het eigenlijk daar op 2 uur zonder brandstof. Je kunt het eigenlijk vergelijken met jodium voor de navelstreng. Maar dan desinfecteert het de mond. En nog een leuk weetje, vroeger werd de biest gebruikt om biestpannenkoeken van te maken. Dit omdat de biest ook enorm gezond is voor mensen. En tevens vriezen wij van iedere merrie de eerste biest ook een gedeelte in. Omdat er nog altijd mensen zijn hier in de regio waarvan de moeder overlijdt. Of waarvan geen melk is of het veulentje de melk afstoot. En daarmee kunnen wij die mensen dan weer helpen. Dankjewel Amy voor de informatie. Graag gedaan. Dit was alweer het laatste veulennieuws van 2020. Willen jullie helemaal up-to-date blijven? Volg dan onze social media, ons Facebook, Instagram, @trekpaardenwereld. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen, te abonneren hieronder. Dan zien we jullie allemaal volgend jaar weer bij Veulennieuws. Wonder that we've got this far.
think a lot of scope moves us all in turn. There's a rhyme and a reason to the wild outdoors. When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. Enough to make kings and vagabonds.